Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Farming Simulator 2022. We gaan weer verder op onze boerderij, want we zijn aangekomen in de maand mei. En zoals je kan zien is onze mais volledig gegroeid en is het klaar om het te gaan oogsten. Op deze velden hebben wij mais staan, maar op de velden naar het zuiden hebben we nog meer mais staan. Dus het wordt een grote taak. Maar onze John Deere Combine is er klaar voor. Dus als jullie er ook klaar voor zijn, ram er natuurlijk keihard op lijden, zou ik super gaaf vinden. Start de motor maar. En dan moet ik de aanhanger hier laten staan, want dit is namelijk geen aanhanger om mais mee te oogsten. En terwijl de motor even aan het warm draaien is, ga ik even in de shop kijken. Want in het verleden hebben we elke keer een mais- en zonnebloemkop gehuurd. Alleen we hebben nu ongeveer 260.000 euro op de rekening staan. En we hebben onze lening bij de bank afgelost. Dus we hebben geen schulden meer. En deze kost 79.000 euro om te kopen. En om te huren zou het 4.000 euro per keer zijn. Dus het liefste wil ik hem kopen, zodat we gewoon op de boerderij hebben liggen. Dus ik ga het ook doen. Ik ga er niet over nadenken. Ik heb hem gekocht. Soms moet je snel beslissingen nemen. Dit was er één van. We hebben alleen nog wel een aanhangertje voor nodig, zodat we hem heen en weer kunnen vervoeren. Ik denk dat de kop van 9 meter werkbreedte hier wel op moet passen. Dat is nog een extra 6500 euro. Maar nu hebben we alles voor in de toekomst. Alleen we hebben nu automatisch één probleempje. Want wij hebben de kop en de aanhanger los gekocht. Wat inhoudt dat ze ook los van elkaar liggen bij de shop. Dus ik moet nu met de combine naar de shop, maar ik ga niet dat hele stuk rijden, want dat is namelijk heel zonde van de benzine of de diesel. En gewoon van de kilometerstand van de combine, dus oh, gaat die hier op? Ik weet niet of de combine hier op gaat passen, maar we moeten het gaan proberen. En onze pick-up truck mag echt wel een keer schoongemaakt worden, want het ziet er niet uit, joh. Maar voor nu is dat geen noodzaak. Ja, weet je wat we eigenlijk nog nodig hebben? Een aanhanger die nog extra kan uitklappen. Want ik weet namelijk dat die bestaan. Dan heb je zeg maar een aanhanger zoals deze. Maar dan zitten er nog een soort zijflapjes in die uit kunnen schuiven. Waardoor je dus een twee keer bredere aanhanger ervoor terugkrijgt. Maar ja, om die nu te kopen vind ik ook zonde. Dus ik zet hem eventjes deze kant op gericht hier neer. Dan klappen we even het bakje aan de achterkant uit en dan gaan we het gewoon proberen. Het motto van deze aflevering is geworden, niet nadenken, gewoon doen. Dus dat is ook precies wat ik ga doen. Ik moet alleen wel een klein beetje nadenken, want oeh, was dat? Ik kan het niet eens zien, joh. Oh nee, oh nee, oh, oh, dit is zo dom. Maar wel leuk. Dit is niet slim. Ja, we moeten... Ja, ik rijd hem er weer heel eventjes vanaf. Het idee was er, maar we hebben toch echt een andere aanhanger nodig. En ja, ik wil in de toekomst ook velden gaan kopen die verder liggen. En we hebben nu het geld, dus zullen we gewoon kijken naar zo'n aanhanger? Weet je, we gaan het gewoon doen. Ik ga er niet over nemen. We gaan het gewoon doen. Dit is degene die we nodig hebben. En voor nu kost die 8000 euro. Maar let goed op. Want we gaan hem configureren met ten eerste 3 banden. Want er gaat heel veel gewicht opkomen. Dan hebben we ook nog de wielconfiguratie die we kunnen aanpassen. En brede banden ziet er wel cool uit. Maar ik heb liever 4 banden op 1 as. Dus dat zijn 4, 8, 12 banden in totaal. En dan moeten we even voor de achterkant kijken. Want dit zijn rems en dit is een dovetail. Dat is een heel klein stukje die uitklapt. Maar dan heb je een heel stel rempje. Dus we moeten gaan voor de rems. En dan modderflap. Ja, dat boeit niet heel veel. Dus gooi het maar op. Weet je, het ziet er wel cool uit. We moeten ook wel gaan voor het design. En ik wil het liefst zo min mogelijk hout, maar wel een beetje een lichte kleur. Zo komen we bij dit aluminium uit. Koppeltype moet gooseneck zijn, want ik kan die namelijk achter de pick-up truck. En de pick-up truck is sterk genoeg. Dit zijn de extensies. Oftewel, deze schuiven naar de zijkant uit. 3500 euro extra. En dan nog de lengte. Wow. Wow. Wacht eens heel even hoor. Ja, maar dit is echt te lang. Wat ik voor nu doe, is ik maak een 40. Als wij in de toekomst een nog langere nodig hebben, that's precies het, dan maak ik een 50. Want we kunnen dat namelijk nog in de toekomst aanpassen. En de hoofdkleur
Wil ik een beetje mat zwart hebben. Want dan past hij namelijk bij de pick-up trucks. Dat is wel cool. En de velgkleur, ja, die mag voor mij gewoon zilver blijven. En dan kost hij nu 16.400 euro. Dat is nog steeds niet duur, dus ik ga hem ook gewoon kopen. En dan kunnen we ook deze afhalen bij de winkel. Deze aanhanger kan ik heel even snel in de garage parkeren. En dan kost het wel wat extra tijd, want dan moeten we twee keer heen en weer gaan rijden. De combine is ondertussen ook al warm. Maar, zolang die in idle staat, is het niet heel erg. En dan koppelen we deze af. Ja, perfect. En dan rijden we heel snel die kant op. En het fijne aan deze trailer is dat als wij in de toekomst een vrachtwagen kopen, dat wij het koppeltype van onze gooseneck kunnen veranderen in een vrachtwagenkoppeltype. Waardoor die gewoon achter onze vrachtwagen kan. Dus we kunnen er ook nog mee gaan spelen. We kunnen gewoon elke keer weer opnieuw gaan configureren. Oh ja, dit is perfect. Kijk hoe lang die is. Eens achteruit. Ik zie echt helemaal niks. Dat raampje is ook vies, joh. Maar hij wordt wel aangekoppeld. Even snel kijken of alle lampjes werken. Kniplicht naar rechts. Check. Kniplicht naar links. Check. Dan hebben we natuurlijk nog het achteruitrijlicht. En het remlicht en alles werkt. Maar kijk. Zo klappen wij de trailer uit. Dus dan hebben we dus die extensies. En zo gooien we de rem naar beneden. Dus dit moet makkelijk passen nu. Oké, klap hem maar weer in. Het wordt zometeen wel echt een gevaar op de weg. Want zometeen staat de combine erop. En dan daarachter wil ik eigenlijk nog die aanhanger hangen. Dus dit gaat wel een dingetje worden, hoor. Het is wel jammer dat er hier niet nog een koppeltype zit. Anders kan ik namelijk er nog een aanhanger achter koppelen. En dan kan je als het ware gewoon een hele lange trein maken. Ik weet niet of de pick-up truck dat aan kan. Maar dat zou voor in de toekomst wel echt, echt awesome zijn. Eens achteruit. Ons eigen terrein op. Dan zet ik hem er gewoon recht voor. Dan hoeven we zo meteen alleen maar rechtdoor te rijden. En ik weet dat dit heel veel moeite is voor eigenlijk een probleem dat niet bestaat. Maar we proberen natuurlijk zo realistisch mogelijk te spelen. En je zal het echt ook niet heel snel zien dat zo'n combine kilometers over de weg vervoeren. Alleen is het rempje niet breder. We moeten het gewoon gaan proberen. Langzaam naar voren. Goed op dat rechterwiel passen. En dan... Oh ja hoor, dit past perfect. Toppie. De rem kan weer naar boven. En dan vertrekken wij naar de shop om eigenlijk alleen maar de kop op de aanhanger te leggen. Zodat we dus... En we hier naartoe kunnen brengen. Dit is zoveel moeite. Voor echt helemaal niks. Maar het is niet anders. Als die winkel nou gewoon die kop voor ons al op de aanhanger had gelegd, dan was dit allemaal niet nodig geweest. Maar ja, we hebben zoveel geld betaald. En ze kunnen niet even wat moeite voor ons doen. Maar het is niet anders. Afladen dat ding. En dat doen we gewoon in een snel tempo. Want dan weten we zeker dat het goed gaat. En ja, die aanhanger is lang genoeg, hoor. Je hebt namelijk ook nog langere aanhangers. Alleen... De kop is niet heel erg breed. Dus het is ook zonde om een veel langere aanhanger te halen. Terwijl dat helemaal niet nodig is. En ja, je moet er zo op. Dus eens achteruit rijden we naar de juiste plek. Dan kunnen we vanaf hier namelijk de kop erop leggen. En op die manier kunnen wij hem gaan vervoeren. Ik weet wat jullie denken, want ik ken jullie langer dan vandaag. Want wat nou... Als we de aanhanger aan de combine koppelen, dan met de combine op de andere aanhanger rijden en dan met deze combinatie zonder iets los te koppelen terugrijden naar de boerderij. Dat moet in theorie... Oh! Kleine paniek. Hoi. Het achterbandje kwam er namelijk niet op. Het is jammer dat ze dat... Oké, hij staat erop. Het is jammer dat ze dat rempje niet breder hadden gemaakt. Want dat zou echt ideaal zijn geweest. Maar deze die staat... Dit gaat zo niet goed komen. We moeten het rempje een klein beetje omhoog. Maar niet te hoog. En dan... Oh ja hoor. En dan zijn we vertrokken. En don't try this at home. Maar het lukt hoor. Oei, dit is zo dom. Maar zo leuk om te doen. We hebben onze zwaailichten aan, dus officieel mag dit gewoon. Dit is gewoon legaal. En dan rijden we op deze manier terug.
Dit is gewoon bij elkaar echt meer dan een half miljoen euro wat we hier heen en weer rijden. En dan kan ik het best even doorreizen, zodat we iets meer ruimte hebben om dit gevaart ook weer af te laden. En ook om meteen te beginnen op het land. Dus ik stop hem hier. Dan moet ik het rempje nu weer helemaal naar beneden gooien. Dan heel rustig in zijn achteruit. Er vanaf. En gaat goed. En dan zonder moeite draaien we ons stuur. En rijden we met een kleine hobbel in het midden de juiste kant op. Zo, dat is hoe we het doen. Ik denk niet dat ik dit nog een keer op deze manier ga doen, maar het is gelukt. Dit was zoveel moeite voor eigenlijk helemaal niks. Maar daar hebben we het niet over, hè. Daar gaat het uiteindelijk niet om. Want koppel hem eraan. En dan kan ik vanaf hier gaan beginnen met oogsten. Dus ik klap ook de combine uit, want dan is die helemaal klaar om te beginnen. En dan zetten wij de kop aan. Gloedje nieuw. Dit nieuwer dan dit ga je hem niet krijgen. En dan zijn we ook op deze manier echt vertrokken. Ik weet niet precies hoeveel liter we van dit veld af gaan halen. Het is namelijk 45, 46. Dat zijn de kleinste velden die we hebben. Maar veld 50, 51 staat ook nog helemaal vol met mais. Dus het moet een hele goede opbrengst zijn. Helemaal omdat we het veld echt goed hebben onderhouden. En er alles aan hebben gedaan om zoveel mogelijk zaadjes eraf te kunnen halen. Dus ik verwacht van dit veld, laten we zeggen, 16.000 liter. Dat is denk ik een beetje te hoog ingeschat, maar je weet het niet, hè? Je weet het niet. We zijn pas net begonnen. En ik ga niks laten staan, dus ook deze twee plantjes nemen we mee. En dan pak ik eerst even alle kopakkers mee en dan kunnen we daarna gewoon in rechte lijnen heen en weer gaan rijden, totdat er geen maissprietje, geen maiskolf meer overeind staat. Ietsje naar links bijsturen, want op die manier zitten we op bijna 90 graden. Kan de cruise control worden aangezet en hoeven we alleen maar te wachten tot we aan de andere kant van het veld zijn. Maar ik zat erover na te denken om de mais te veranderen in kelvoer. Alleen met onze bunkersilo en met onze kelvoersilo gecombineerd hebben we nog ongeveer 300.000 à 400.000 liter kelvoer. Dat is meer dan genoeg om de koeien maanden, misschien zelfs jaren te kunnen voeren. Dus wat we het beste kunnen gaan doen is de mais gewoon te bewaren in zaadjes en in de beste maand te verkopen. En hier komt het, want ik weet namelijk dat wij de mais hadden ingezaaid met de bedoeling dat het in de juiste maand geoogst kon worden. En we zitten nu in de maand mei, maar in de maand juni levert mais het meeste geld op. Dus dat is volgende maand. Dus wij kunnen het eigenlijk meteen in een aanhanger dumpen, meteen al naar de trein toe rijden. Want als het volgende maand is, kunnen we in één keer, patsboom, de hele boel verkopen voor de hoogst mogelijke opbrengst. En het is ook zo dat ik al heel veel afleveringen zit na te denken wat we met dit kleine land aan moeten. Want het is lastig manoeuvreren omdat onze machines steeds groter worden. En uiteindelijk is het misschien niet meer waard om elke keer hier een nieuw gewas op in te zaaien. Dus we hebben een paar opties. Optie nummer 1 is gewoon elke keer een nieuw gewas blijven inzaaien, terwijl het misschien niet meer helemaal praktisch is. Optie nummer 2 is om er een grasveld van te maken. Alleen wij hebben verderop al 3 grasvelden en dat is meer dan genoeg gras. Optie nummer 3 is het te verbouwen in een tuin / boerderij met misschien extra kippen, misschien extra koeien, misschien paarden. Maar dan moeten we wel heel veel aan het land veranderen, want het land loopt namelijk met eigenlijk een hoge hoek omhoog. En optie nummer 4 is om het gewoon geel van de rest de mais te houden. Dus laat even weten in de reacties wat jullie het liefste willen zien dat we met dit veld gaan doen. Want er zijn genoeg opties. Alleen, ja, ik struggle er elke keer mee om dit in te zaaien. En onze zaaimachines worden groter, onze oogstmachines worden groter, onze mesmachines worden groter. Alles wordt groter. En ik zie ook dat ik 2 sprukjes gemist heb. Dus ik ga die heel even snel ophalen. En ik zie ook dat we al 8647 liter van dit veldje hebben afgehaald. Dus ik denk, ja, we gaan het denk ik net niet in één keer redden. Dus ik denk dat we nog één keertje heen moeten en dan nog een paar spriekjes moeten ophalen. Maar misschien
Als ik heel goed stuur dat dit in één keer gaat lukken. Maar hij telt nog steeds op hoor. Als we op de 10.000 liter kunnen uitkomen zou het perfect zijn. Maar het gaat erom spannen. En haal ik dit in één keer? Oh nee. Jawel, dit haal ik wel in één keer. Ja, perfect dit. Dit is hoe het hoort te gaan. Ik heb wel een paar spriekjes gemist, dus die gaan we zo meteen nog even ophalen. Maar dit is een van de redenen waarom je Farming Simulator speelt. Want dit is enorm satisfying. En dan hoop ik ook dat we dat laatste spriekje aan de rechterkant in één kunnen meepakken. Want ja, let's go. 9684 liter hebben we nu al van dit veld af. Maar op wat gaan we uitkomen? Komt er nog 6 liter bij? Misschien meer? Oh, dat is een paar liter erbij. De laatste 6 plantjes. 9691 liter. En nu komt het beste van alles. Ik kan de pijp uitklappen. En ik kan het direct in de aanhanger legen. Zodat we dus volgende maand ook direct kunnen gaan verkopen. Dus ja, het is perfect dat de aanhanger daar nog stond. De laatste 1000 liter gaat erin. En dan zit de aanhanger al voor een groot deel gevuld. Maar wij hebben nog een mega veld met mais. Dus ik leg heel even de kop weer terug op de aanhanger. Want dan kan ik hem namelijk aankoppelen. En met nu een iets wat kleinere combinatie doorrijden naar het volgende veld. Ik ben ook wel benieuwd hoe veld... Ik moet er wel goed aankoppelen. Ja, dank u wel. Ik ben ook wel benieuwd hoe veld 47, 48 en 49 erbij ligt. Want wij hebben daar wortelen op staan, maar ook tarwe. En de tarwe is zoals je ziet langzaam aan het groeien, dus dat is goed. En ik zie ook al het verschil, want de wortelen verderop, die zijn ook al goed aan het groeien. En dit is precies zoals ik het wilde. Dit is perfect. Ja, het ziet er misschien een beetje raar uit, maar dit is ideaal. Ik kan hem het beste daar links aankoppelen. Ik moet alleen oppassen dat ik niet over de meis heen rijd. Sorry meis. Anders kon ik de bocht niet maken. Het is toch weer 5 liter minder, hè? Daar moeten we wel rekening mee houden. Want als ik hier namelijk de aanhanger loskoppel, dan kan ik door het beekje, want er staat hier namelijk geen boom, kan ik de draai maken. Kan ik er weer aankoppelen. En dan kunnen wij hier ook weer verder. Ik moet alleen wel even de aanhanger weghalen. anders gaat het een beetje moeilijk namelijk. Hier, er tussendoor. Ja, perfect. Dan kan ik namelijk de aanhanger heel even verplaatsen. We hebben namelijk ook een extra kogelkoppeling op de pick-up truck zitten. En dan draai ik hem ook meteen even om. Zodat we hem zo meteen weer makkelijk erop kunnen leggen. Want als we hem hier neerzetten, dan moet het zo meteen goed komen. In de bosje geparkeerd. Motor uit, maar ook de lampen uit. En dan gaan we vanaf hier onze weg vervolgen. En net had ik de gok verkeerd met hoeveel liter het veld zou opbrengen. Ik zeg van dit veld, alles wat je ziet is van ons. Al die mais, die gaan we allemaal oogsten. Ik zeg 26.864 liter. Ik weet niet waar die gok vandaan komt, maar als dat klopt, dan gaan we heel veel geld verdienen. Want laten we zeggen, we krijgen 30.000 liter opbrengst. Keer 1500 euro is het bedrag dat we op de bankrekening krijgen. Dus dat is echt heel veel. En er zit nu alweer 1400 liter in de combine. En dat telt heel snel op. Het land is 100% bemest. Er staat geen onkruid tussen. We hebben er alles aan gedaan om de opbrengst zo hoog mogelijk te halen. En hij telt heel, heel snel op. Dus wat ik even snel doe, is ik pak even de kopakkers van dit veld mee. Heeft dit busje hier altijd gestaan? Of heeft de buurman een nieuw autootje? Het is me nooit opgevallen dat daar een busje stond. Ik ben heel eerlijk. Ik ben hier misschien al echt 100, 500 keer langs gereden. Maar ik heb dat busje nog nooit gezien. Hey, het maakt niet uit hoe lang je bezig bent op je boerderij. Je ontdekt gewoon elke keer weer nieuwe dingen. En nu moet ik ook even nadenken, want ik denk dat het slimste is als ik hier even rechtdoor rijd. Zodat we dus eigenlijk het veld in tweeën splitten. Want dan is het zometeen ook wat makkelijker om met de aanhanger de combine te legen. Want hij zit nu al voor 37% vol. 38% vol.
En het telt wel snel op. Dus als ik hier zo meteen nog even de kopakkers meepak, dan kan ik daarna een helper inhuren, zodat hij de taak van ons kan overnemen. Zodat wij ons kunnen gaan focussen op een andere taak. Want er is genoeg te doen. Maar helemaal tot het einde door. Dan halen we de kop omhoog. Dan moet ik alleen even deze draai een beetje vaak gaan insturen. Want ik wil namelijk niet met mijn bandjes op het veld komen. Dus laat hem maar weer zakken. En dan gaan we hier weer verder. Hier eventjes deze kopakker meepakken. Dan even omdraaien en de kopakker achter ons meepakken. En dan kan de helper het van ons overnemen. Goofy heeft het stuur overgenomen. Dus zet hem op, jongen. En de combine is al gevuld met 8000 liter. Het gaat echt sneller dan ik dacht, hoor. Dus ik ga ook even onze trekker ophalen en de aanhanger ophalen. Zodat we de combine weer kunnen legen. Zodat Goofy gewoon verder kan gaan met zijn taak. En ik wil ook even bij de schapen kijken. Want ik denk namelijk dat die eten nodig hebben. En ik wil ook even bij onze houtzagerij kijken. Want ik denk namelijk dat het hout ondertussen op is. Dus we moeten heel even een rondje gaan maken. Maar eerst start ik de motor van onze Nieuw-Holland T8. En dan scheuren wij deze kant op. En dan moet ik ook eventjes checken of er misschien nog wel iets in deze silo zit. Want ik weet namelijk nog dat er tarwe in zit. Maar ik weet niet of er misschien nog wel mais of misschien nog wel sojabonen in zitten. Dus ik ga dat heel even checken. 84.000 liter aan tarwe. Maar dat veranderen we natuurlijk in meel voor de bakkerij. Maar ook nog 20.000 liter aan sojabonen. En sojabonen levert het meeste geld op. Net zoals mais. In de maand juni. We kunnen alles in één keer gaan verkopen. Als we alles naar de trein toe brengen, dan volgende maand is echt een verdienmaand. Ik heb namelijk op veld 41 ook nog sojabonen staan. Dus, oi, als ik die volgende maand kan oogsten, dan oi. Ik heb nu al zin in juni. Ik maak geen grapje. Ik ga heel even de helper helpen. Op die manier kan die worden gelegd. Daar zat ik bijna vol. Dan moet ik alleen maar cruise control even instellen. Pas op, want anders komt het ernaast. Op, ik doe twee dingen tegelijk. Dat is niet handig op 10 km per uur. Want dan rijden we namelijk dezelfde snelheid als de combine. En dan moeten we er gewoon voor zorgen dat het in de aanhanger wordt gedropt. Dus een rechte lijn aanhouden. Dan zie je de hopper, die wordt geleegd. De aanhanger wordt gevuld. En dan zitten we nu al op de 18.000. Ga maar door. 19.000, ga maar door. 20.000 liter in de aanhanger. Kijk uit, want het gaat er bijna naast. Dit is lekker, hoor. Ik blijf even meerijden tot hij aan de andere kant van het veld is. Dan laten we de trekker hier staan. En dan gaan we eerst even bij onze schapen kijken. Want ik wil namelijk niet dat ze honger lijden, dus ik zet hem hier neer. Hoe staat het ervoor bij jullie? Jullie hebben nog genoeg water, dus dat is top. Alleen jullie voerbak is helemaal leeg. Aan de andere kant is de voerbak ook helemaal leeg. Ik zal het even met ze communiceren. Ik zet mezelf ook gewoon de 12 jaar nog steeds verschut, ouwe. Ik moet er echt mee stoppen. Anyway, we moeten even de voederbakken gaan vullen. En we hebben nog, ja, meer dan genoeg gras voor ze. Dus dat kunnen we hier eruit halen. Laten wij 10 balen van 6000 liter per stuk doen. Dat is dus 60.000 liter. En dan is het mooi, want onze verrijker staat hier al klaar met de palletvork. De motor hiervan start het in één keer, want er staat pas 18 uur werktijd op de klok. En dan moet ik de vork even wat breder maken, want dan kan ik namelijk in één keer 6 balen meenemen. Dus laat hem maar zakken en dan ja, ietsje verder. Til ze maar op. En dan moet ik nu rustig het bochtje maken, want anders kukelt de stapel om. En we hebben vandaag al veel meer werk verricht dan we eigenlijk nodig hadden, dus blijf erop staan alsjeblieft. Heel veilig is het niet, maar het enige wat we hoeven te doen is ze neer te zetten op de plek, zodat het in de bakken kan. En dat is hier, dus die staan op de plek, de bak wordt gevuld, de balen verdwijnen, dus dat is een goed teken. En dan neem ik de andere 4 mee voor de andere schaapjes, zijn ze ook weer blij. En die kan ik het best eventjes iets anders optillen.
Als ik de vork even wat kleiner maak, dan kan ik deze op die andere drie zetten. En dan maken we er gewoon één hoogstapel van. Ja. Gooi er maar op. Arm naar beneden. En neem de hele stapel maar in één keer mee. De sojabonen die doen het goed hoor. Ik hoop zo dat we die volgende maand kunnen oogsten. Het is nog even afwachten. Ze zijn nu namelijk nog niet helemaal klaar. Maar of ze nog een maand, twee of drie maanden nodig hebben, dat weet ik niet. Maar ik hoop dat ze volgende maand klaar zijn. Want dan kunnen ze namelijk meteen gaan verkopen. Die bakken worden ook gevuld. Zijn de schapen weer blij? Kijk, kijk, kijk hem rennen, kijk hem rennen. Yo, eet smakelijk, vriend. En dan zit de verrijker weer op zijn plekje. En dan zit deze staak er alweer op. Kort maar krachtig. Goed bezig, Goofy. Ga zo door, jongen. Hij heeft nog een klein stukje te gaan en daarna nog een klein stukje te gaan. Maar ik wil heel eventjes eerst... Sorry, auto. Ik snij die auto vol af, joh. Het ging goed. Het ging goed. Ik wil eerst even naar onze houtzagerij scheuren. Want ik ben bang dat het hout op is. En we zeiden als het hout op is, dan kunnen we of nieuwe bomen gaan planten of de houtzagerij gaan verkopen. En ik zit er nog een beetje over te twijfelen, want ik weet namelijk hoeveel werk het is om weer bomen te planten, te wachten voor anderhalf jaar en de bomen om te kappen. Maar aan de andere kant, het levert wel heel veel geld op. Miller's Sawmill. Moet eigenlijk staan Jaraski's Sawmill, maar weet je, het hout is op, hè. Ja, het hout is op. Oei, 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 oei. Dan kunnen we ten eerste de fabriek uitzetten. Al weet ik niet of er nog een voorraad in de fabriek ligt. 0 liter. Materialen ontbreken. Dus de fabriek kan worden uitgezet. De werkers die zijn bij deze dan ontslagen. Er zit nog wel 5000 liter aan houtchips in. Hier kunnen we niks mee behalve verkopen. Want dat is gewoon restafval van het snijden van de planken. Dus dan moet ik even gaan nadenken wat we hiermee gaan doen. Een werknemer is nog wel zo aardig geweest om de twee pallets met planken die er stonden even op te laden. Want ik moet nu helemaal naar de andere kant van Elm Creek. Want daar staat onze meubelfabriek. En die moet nog wel een goede voorraad aan planken hebben. Maar kan ik hier afsnijden, denk je? Jawel! Weet je wat we ook kunnen doen? Is we kunnen gewoon dit bos kopen. Want als we dit bos kopen, hoeven we niet te wachten tot de bomen volgroeid zijn. Kunnen we alle bomen kappen, nieuwe bomen planten en dan misschien het gebied weer verkopen? Oeh, dat is eigenlijk wel een goed idee. Ja, daar had ik nooit eerder aan gedacht. Maar, gaat goed. Maar ik ga dat wel even onthouden. Stemming bereikt. En, deze heeft nog werk genoeg. Kijk hoeveel pallets met planken er klaar staan. En er komen er zelfs nog twee bij, want die zitten namelijk op de pick-up truck. En hier staan nog 8 pallets met meubels en op de aanhanger al... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16. Dus het houdt in dat er hier 22 pallets met meubels staan. Alleen moet ik opnieuw even gaan kijken wanneer meubels het meeste geld opleveren. Want dat weet ik namelijk niet. Op dit moment krijgen we er 5868 euro per 1000 liter voor. Maar dat is ook in de maand juni. Al dit mee. Volgende maand. Sojabonen verkopen, mais verkopen, meubels verkopen. De volgende maand gaat misschien wel de beste maand ooit worden. Maar ik ga hier bij deze aflevering weer afsluiten. Grow together, harvest together. En dat is zeker weten wat we in deze serie doen. Dus mocht jullie hebben genoten, ram dan natuurlijk keihard op like, dat zou ik super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe afleveringen. En de volgende keer gaan we even bekijken wat de totale opbrengst van de mais was. Moeten wij de druiven nog oogsten? Moeten wij nog melk naar de zuivelfabriek brengen? Moeten we de chocola nog verkopen? We moeten nog heel veel doen. Maar dat is allemaal iets voor de volgende keer. Dus bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.